Welkom iedereen bij deze nieuwe review. Vandaag zijn we bij Lido Waterpark in Griekenland. In het plaatsje Kos natuurlijk. Ja, we gaan genieten van 8 glijbanen. Er is ook nog een waterspeelplaats voor de kinderen. En er is een groot golfslagbad. Kortom, heel veel om te beleven. We gaan een kijkje nemen. En daar echt golven zo hoog joh. Jeetje. Nou, zie je de Lazy River. Wauw. Ziet er fantastisch uit zeg. En daar verderop staan dus de grotere jongens. Steile glijbanen. Ja, het water voelt al heel erg koud aan, maar dat mag ook wel met deze temperaturen. Er werd ook op de ticket aangeraden, neem goede zonnebrand mee. Want ja, je staat open en bloot met blote schouders in de zon de hele tijd. En ja, er zijn echt, nou ja, over parks heel veel glijbanen. Er is een Lazy River, eigenlijk van alles en nog wat. Meer heb je ook gewoon niet nodig voor een hele dag speelplezier. Het park is open van 10 tot 6. Nou ja, schitterend. Hier al een leuk waterspeelplaats. Ja, het lijkt net een beetje zeewater. Qua kleur, maar ook qua ja, temperatuur. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, het water, het is even wennen, maar Jeffrey die springt er sneller in dan ik. Oh. Nou, we gaan even een band pakken. Want hier is namelijk de Lazy River. Nou, daar zitten we dan. Lekker man, Lazy River. Het zegt het al, hè, de naam. Nou, we komen langs een grotje, een hoop grotje. Oh! Ja, dat is zo mooi die omgeving hoor. Oh, kijk nou! Ik draai een beetje rond. Je moest verplicht in een band in deze Lazy River. Had een simpele layout, maar was wel ontzettend leuk met al die interactieve elementen aan de zijkanten van de baan. Ook zelfs dat je onder grotten doorging. Het was heel mooi. En vooral in het zonnetje, ja, dan geniet je op z'n Grieks. Een van de glijbanen, een tol. Ik verwacht niet dat je met een band erin moet. Ik zie ook geen banden liggen. Nou, het is niet voor die grote glijbaan, maar voor de kleinere. Daar hebben we dus deze matjes voor nodig. Daar gaan we even in. Zin in. Heb je al zo'n glijbaan gedaan? Nog nooit. Gaat-ie. Ja. Woe! Ah! Gaat-ie goed? Nou, heel klein ongelukje. Ik klapte dus toen ik op het water kwam met mijn neus tegen dat ding aan. Bam! Ik dacht, nou, er wordt een bloedneus, maar het valt gelukkig mee. Het was toch niet zo'n harde klap als ik had verwacht. Maar we gaan nu naar een wat grotere glijbaan. En dat is de tol. Ja. En ja, die wordt wel een stukje sneller, denk ik. Dit is de Spaceball. Nou, kan het of niet? Nou, daar gaat hij hoor. Hij was heel gaaf. Niet zo snel als die van een TikiBad. Ja, dit is wel andere koek natuurlijk, hè. Zo. Geweldig. Wat een ding, joh. Nou, dit zijn hele speelse baantjes. Daarvoor hebben we een band nodig. Ja. Oké, joh. Nou, daar gaan we. Dit is een hele leuke slide. Ik hoop dat we een beetje bochten maken, jongens. Hij is leuk, hè? Gaat goed. Ja. Sneller. Ja, tempootje hoor, tempootje. Goed hè? Hey, nou daar gaan we weer. In de gele. Het is wel een beetje lastig opstappen. Maar als je zit, dan zit je goed hoor. Kom op hoor, die jongen. Hoppakee. Yes! Die laatste bocht is het beste, daar komt ie. Waar is die? Ja. Oké. Oh, het is echt donker. Woe! En heel warm. Oh jee. We zien niks, Jeff. Nee. We hebben weer zo'n mat nodig voor de witte, die is wat smaller, zit in het midden. Ja, tot nu toe een hele leuke glijbaan, hè? Ja, het is heel vet. Ja, echt heel mooi. Nou, die gele is de beste, denk ik wel, hè? Ja, tot nu toe. Ik vond die vakken ook wel heel leuk, gewoon omdat je niet wist waar je heen ging. Ja, heerlijk. Ik hou daarvan, met je onvoorspelbaarheid. Ik mis nog wel die dropjes. Je hebt heel veel bochten. Ja, heel veel gaat het heen en weer. Maar soms, wat je in Duinwereld dan bijvoorbeeld hebt, ja, wat iedereen kent, TikiBad, ja, heb je toch wel van die leuke dropjes maar erin. Die zit ook hierin, hè? Ja, daar zitten veel drops in, ja, zeker, zeker. Ik had nog aan de medewerker gevraagd, waarom moet je met zo'n mat van deze glijbaan af? Ik zou het ook leuk vinden om gewoon zonder mat te gaan. Hij had me verteld dat het glijden ervoor zorgt, zonder de mat, dat je meer beschadiging krijgt op de tubes, op de glijbaan zelf. Ze willen dus de perfecte conditie behouden voor deze glijbaan en vandaar de keuze dat je eigenlijk bijna overal een mat moet gebruiken of een band. Nou, ik ben precies op tijd, want ze krijgen lekker eten. Kijk hoe lief. Het moment van de waarheid. We gaan toch een van de grotere glijbanen doen van het park. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het altijd wel spannend. Ik vind glijbanen over het algemeen wel een tikje enger dan achtbanen. Sowieso niet vergelijk met elkaar, maar toch qua trailride vind ik het toch wel spannend eigenlijk. Ik weet niet waarom. Maar we gaan wel proberen natuurlijk, want we zijn hier maar één keer en dan moet je natuurlijk wel even alles proberen. Dus we gaan voor een van de slides hier, de grotere van Lido Park. Kijk dan hoe groot. Wauw. Ja, ik loop weer de trap af. Voor safety reasons mocht ik niet gaan filmen helaas. Maar ik heb ze wel gedaan. Eén keer de witte en één keer de blauwe. Het was heel fun. Het was echt leuk. Jeffrey gaat er nu nog een keer even vanaf. Ga ik hem filmen als ik beneden ben. Kijk, daar komt hij. En? Vet hè? Gaat hard hè? Ja, gaat heel hard. Maar hij is wel heel leuk. Leuk hè? Ja. Het lijkt altijd een beetje enger dan dat het daadwerkelijk is. Want als je eraf gaat denk je van oké, dit is echt heel erg fun. Maar vooral als je dan zeg maar die splash hebt beneden, gaat echt heel hard. Maar ja, jammer dat ik hem niet kan filmen onderuit, is jammer. En kijk eens even wat hier aan de gang is. Niet normaal. De meest woeste golven die ik ooit heb gezien in een golfslagbad. Oh, geweldig. Oké, het is daar verderop wel wat intenser dan hier. Maar de golven kletteren zo hard tegen de zijkant. Het is echt bizar dit. Wauw. Is het heftig, Jeff? Oh. Wow. Ja, de golven komen echt van twee kanten. En die kletteren tegen elkaar aan. Vet hè? Heel vet. Dat was heftig. Wat voor beetjes. Nou ja, op een gegeven moment als je dan te ver tegen de zijkant aankomt, dan word je gewaarschuwd ook natuurlijk, want het is veel te gevaarlijk. Maar ik heb het nog nooit zo heftig gezien. Het was echt absurd gewoon. Echt absurd. Nou, we gaan zo meteen al afsluiten. Het is een niet heel groot park, maar wel meerdere voorzieningen die je dan kan gebruiken. Zoals het golfslagbad is om het uur. De ene keer minder heftig dan de andere. Dit was de heftigste eigenlijk. En ja, wat glijbanen, je kan eigenlijk van alles doen. Dus we gaan misschien nog even een glijbaantje doen. Yes! Ja toch? Dat is leuk. Zin in. Ontzettend genoten. Vooral het golfslagbad was enorm goed. Ja, het was gewoon heel goed allemaal. Qua familieslides ook. Ze zagen er best wel als een trailride uit, maar op zich was het wel te doen. We hebben een paar glijbanen misschien niet gedaan. Die donkere tube, die was net misschien te ruig. Of we hadden allebei zoiets van, we hoeven niet echt per se te doen. Maar over het algemeen hebben ze echt een leuk aanbod. En het was gewoon een dagje genieten. Vooral lekker in de zon en met een prachtig uitzicht als je bovenaan die glijbanen staat. Vond je dit nou een leuke review? Laat van een duimpje achterin. Vergeet niet te klikken op abonneren. En tot de volgende keer.